Dan gaan we nu met deze schaar of Evelien gaat dat doen, de ja, La Beaujeff openen. Hè? Ja. Vind je dat goed? Ja, ik vind het goed. Knip niet mijn vingers, Evelien. Nee, ik zal proberen. Oké, okay. Ik hou het niet spannen. 3, 2. Evelien, nu zou je eens open. Het labo van Jeff, de filmmicroop. En het, ik vind het superleuk. We hebben al een paar dingen zelf uitgeprobeerd die superleuk zijn. Kom maar mee, kunnen laten zien. Hè. Ik moet wel alles eens afgaan. Hè. Zie, dus kijk, nu gaan we hiervoor staan. Zie? En hier zien we dus ons nu. En dat is altijd een beetje later. En ik ga weg, maar jij blijft staan. Hè. Kijk. Ik blijf staan, of? Kijk. Okay, ik blijf staan. Maar ik sta er toch nog altijd. Nu ben ik helemaal weg. Nee, nog niet. Dus dit is ongelooflijk. En dan gaan we eens door naar wat Evelien uitlegde. Hè? Ja. Dan gaan we dat eens bekijken. Hè? Evelien, beschrijf nog eens jouw kunstwerk. Ja, dat is dus Philip Sterks. Ik kan de naam hier niet genoeg zeggen, omdat ik het echt heel... Ik ben er echt onder de indruk. Ik heb er daarnet een half uur op staan kijken. Dus ik weet niet of je het zo goed ziet. Maar dat wordt dus geprojecteerd. Voilà. Indrukwekkend, hè? Allee, ja. Het is echt, in het echt is het echt indrukwekkend. En dan heb je dus hier... Dat zijn die dia's, die diaprojector. En hier kun je zo zelf een beetje stiftjes nemen en zo en dat zelf dan maken. En dan wordt dat ook geprojecteerd. Ah, en legt jij nu eens je ding van de maan? Ja, de maan, dat staat hier, hè. Dus hier wordt, hebben ze maquetten gemaakt, maar ik weet niet of dat het echt een maan is, hè. Maar zie, dat je zo... Ja, het is wel echt de maan, denk ik. Want we zien hier de wereldbol. En dit wordt dan hier gefilmd. En als je dan mee hierin komt, dan staat je precies op de maan. Maar ik denk dat het voor kindjes is, want ik ben precies wel echt een reus als ik op de maan sta. Snap? Ja, maar dan zit... Maar dat is toch ongelooflijk, hè, niet?